Ja, gisteren hebben we een kerstboom getekend. Laten we vandaag eens kerstversiering gaan tekenen. Zodat je dat bijvoorbeeld kan gebruiken bij je kerstdecoraties. Of als je eigen kerstkaart wil maken. Teken je weer mee? Ja, gisteren hebben we de kerstboom getekend. Laten we nu eens wat kerstartikelen tekenen. Of tenminste dingen die bij kerst te maken hebben. Bijvoorbeeld kerstklokken. Nou, dat is altijd leuk. Ook staat ook weer leuk op een kerstkaart. Laten we die klokken eens tekenen. Nou, ik begin met een ovaal. Daarin die klepel van de kerstklok. En dan maken we daar een hele mooie kerstklok van. Zo. En dat is één. En dan tekenen we hierachter nog één. Weer dat ovaal met de klepel. Zo, twee kerstklokken. Dan doen we daarboven een strik. Zo. Een heel simpel. Simpele strik. Zo. En wat kerst. Takken. We kunnen daar hulst pakken bijvoorbeeld, maar we kunnen ook gewoon echte kersttakken pakken. Zo. Laat ik hier dan nog zo'n hulsblaadje doen. Zo. Hier nog wat tegen kersttakken zo. Dennetakken zijn het eigenlijk, hè? Ik zeg kersttakken. Het zijn gewoon dennetakken. Zo. Nou, ik vind dat we best een leuke kerstversiering zo hebben. En hier natuurlijk nog een reflectie op zijn die bel doen. Goed, en je kan dan natuurlijk kleur geven. Bijvoorbeeld een rode strik, die bladeren groen. Zou je nog ook nog wat rode besjes kunnen doen. Zo. Die klokken bijvoorbeeld geel, hè, goudkleurig. En dan heb je al een leuke kerstversiering. Je kan ook nog een rendier tekenen. Hè. Rudolph de Red-Nose Reindeer. Nou, in ieder geval die rode neus. Maak hem in dit geval even donker. Zo, met de reflectie erop. En gewoon heel, heel simpel eigenlijk. Zo'n rendier. Zo. En dan het gewei daar natuurlijk op. Het hoeft helemaal niet zo moeilijk. Zo. Wenkbrauwtjes, altijd leuk. We kunnen hem hier nog een toefje haar geven, zo extra. En een... Hij mag best wat lachen zo. Zo, tongetje. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Ja, ik vind hem best wel leuk geworden zo. Goed. Wat hebben we nog meer met kerst? Kerstmis, kaars. Nou, de kaars hadden we laatst al getekend, hè.
Ja, kerst. Kerst, warme chocolademelk. Ook altijd lekker met kerst. Ja, kerstbal. Oh, kerstbal. Die kunnen we wel even tekenen. Nou, laten we eens beginnen dan met dat kerstbal zo. En hierbovenop komt dan die... Zo. Waar het haakje in moet natuurlijk. Zo. De reflectie op zo'n kerstbal. Zo. Hier ook weer wat reflectie zo. Van dat... die sluiting. Zo, en de rest mag die best wat schaduw hebben. Zo'n kerstbal. En we leggen hem even weg, dat hij hier ook wat schaduw heeft. Ja, dit is al best wel een aardige kerstbal, zeg ik het zelf. Zo. Een kerstbal. Ja, wat kunnen we nog meer verzinnen bij kerst? Nee, de kerstman hebben we gisteren natuurlijk al getekend. Of tenminste van de week. In de combinatie met Sinterklaas. Ja, cadeautjes natuurlijk. Dat kunnen we wel tekenen. Maar cadeau hebben we dat volgens mij. Hebben we dat anders een keer getekend, cadeau. Kerstboom hebben we al getekend. Een dennenappel, die zou nog kunnen tekenen. Ja, een dennenappel is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Dat zijn allemaal vlakjes zo. En die vallen over elkaar heen. Dus. En die komen steeds meer naar elkaar toe. Zo, den appel. Ja, bovenin zitten ze wat dichter. Zo. Dan mag je best wat schaduw tussen tekenen. Zo. Ze sluiten niet overal aan. Zo. Nou, dan hebben we een dennenappel. Maar die mogen al natuurlijk aan een kersttak. Dat is een kersttak op een andere manier tekenen dan we hem net hebben getekend. Zo. Dus zonder die streep erin kan je zo'n kersttak ook tekenen. Hier nog eentje. Sorry. Voilà. Dan doe ik er wel weer een streep. Ja, geen streep doen, hè, zei ik net. Zo dan. Goed. Ik zou zeggen, ga zelf nog kerstdingen tekenen. En misschien nog kerstkrantjes. Die hebben we nog niet getekend. En zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.